Renault Antwerpen. De auto's van de stad. Een hongerloon en onmenselijke werkuren. Het schoonmaakpersoneel kreeg het bij hamburgerketen kwik zwaar te verduren. Het onderzoek naar die uitbuiting startte al in 2006. Het Brusselse arbeidsauditoriaat bundelt nu de vaststellingen die de sociale inspectie uitvoerde bij tientallen kwikfilialen, onder meer ook in Antwerpen. En op basis van die vaststellingen vervolgt het gerecht kwik en enkele malafide schoonmaakbedrijven. Bij een controle in 2007 werden in Antwerpen al negen zwartwerkers betrapt, waarvan vijf illegaal in ons land verbleven. De sociale inspectie lichtte toen de wanpraktijken toe. De landen hebben nu vastgesteld dat het varieerde tussen de drie. 3,3 euro per uur netto en de 7 euro per uur dat betaald werd aan de illegale werkgestelde werknemers. Als je dan weet dat de normale bruto uurloonkost van een werknemer in de schoonmaaksector ongeveer 20 euro minimum per uur bedraagt, dan kan je er zeker van sociale dumping spreken. Kwik wordt er nu van beschuldigd mededader te zijn, omdat het op de hoogte zou geweest zijn van de uitbuiting. Maar de hamburgerketen ontkent dat. Op 21 juni moeten de verdachten voor de rechter verschijnen.